jury dus, en dat zijn 5 burgemeesters. Nou, kijk eens. 10.000 likes heb ik opgeschreven. En dan staat aan de kop voorlopig dus Bunschoten, Nijkerk, Groene Tweede, Putten 3, mijn eigen Ermelo. Er moet nog wel wat gebeuren. En Harderwijk 9. Maar het zegt dus nog niks. Met het geld van het Samen Sterker Fonds kunnen wij, bij wijze van spreken, morgen al van wal steken. Het werkgebied van de Rabobank-Randmeren vormt de thuishaven van de botters in de onderste kom van de voormalige Zuiderzee. En deze bank heeft ons uitgedaagd om te laten zien hoe Spakenburg een levende haven kan blijven. En dus een belangrijke rol kan blijven spelen voor het behoud van een stuk unieke cultuurhistorie van de regio en van Nederland. Boer, burgers en buitenlui, de stadsomroeper is terug. Hij brengt ondernemers, bewoners en organisatoren bij elkaar en hij weet als geen ander wat er speelt in een stads- of dorpscentrum. Hij is de ambassadeur van de binnenstad. We hebben hem nodig om bewoners te laten weten dat wat je lokaal koopt lekkerder is. Om mensen op een levende plein te verzamelen en om ondernemers en bewoners met elkaar te verbinden. Want samen sta je sterker. Natuurlijk hebben we geen man met megafoon op een houtblok in het centrum van Nijkerk. De omroeper van nu is een app, lokaler, gebouwd door mij, Jeroen van Dijk. Hij brengt de stadsomroeper van toen weer terug in de winkelstraat van nu, in een nieuw, digitaal jasje. Lokaler is een app die Nijkerkse winkeleigenaren en horecaondernemers helpt om mensen weer naar het centrum te krijgen. Een gezonde binnenstad is namelijk belangrijk voor ons allemaal. Minder leegstand, meer werkgelegenheid en sponsoring van verenigingen en evenementen. Lokaler houdt de Nijkerker op de hoogte van alles wat het centrum te bieden heeft. Net zoals de omroepen van Meleer zijn wij bezig om dat te bewerkstelligen. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we innovatieve bewoners voor nodig, enthousiaste ondernemers en de steun van Rabobank Randmeren. Dank u wel. De jury gaat nu naar het voorhuis. Ja, meneer de voorzitter, u heeft een geweldig zware taak om toch enige unanimiteit te krijgen. Het oordeel van de jury weegt dus aan het eind van de avond voor 50% mee in wie er met de hoofdprijs en met andere prijzen vandoor gaat. Ja, dit is Facebook, online, en dan komt de vakjury. Ja, dan ziet u dus dat het super spannend is. De punten voor Nijkerk zijn 45 punten. De punten voor Bunschoten-Spakenburg zijn 47 punten. Dat zijn de punten van de jury. Directeur van Rabo Randmeren reikt de woord uit. Ik ben avondrots om namens u allemaal deze award uit te mogen reiken aan een levende haven. Pierre van Gijp, mag ik jou van harte feliciteren met dit fantastisch iets. Ja. Teleurgesteld? Nee, eigenlijk niet. Veel aandacht, veel mensen. Ja, en hoeveel dagen in een jaar krijg je nou 12.500 euro in je handen om dit initiatief mooi te maken? Het is een verschrikkelijk mooi bedrag. En eerste plek meer dan verdiend, denk ik. Absoluut. Hoe heb jij naar deze avond toegeleefd? Met heel veel voorbereiding. Want de app is van de week live gegaan. En ja, dat heeft me nog heel wat avonduurtjes gekost. En tegelijkertijd wil je pits ook hier goed kunnen doen. En dat kost ook toch heel veel tijd.